staan we dan. Op onze kelder, onze eigen energiekelder. Voor ons energiehuis, ons fantastisch huis. Een jaar of 5 geleden zijn we eraan gaan werken met het idee. We gaan warmte leveren voor het rijden, voor het hele dorp. En nu is het zover. Hier staan de installaties in. Daar komt de molen binnen. Hier vertrekken de pijpen het dorp in om aan jullie warmte te leveren. Vanaf vandaag, voor de komende 25 jaar. Lekkere, duurzame, eigen warmte van eigen bodem. Speciaal voor jullie gemaakt op deze plek. En wil je weten hoe het zit? Loop maar eens even mee. Levensgevaar, hier binnen. Maar hier binnen gebeurt er iets heel moois. Dit is waar onze hoogmiddenspanning naar binnen komt. Dit eerste stukje. Hier komt de kabel van de molen, die dus 3,5 km verderop staat, komt die naar binnen. En in dit rek gaan we de elektriciteit verdelen. En van die stroom die dus met de molen gemaakt wordt, via dit rek, gaan we warmte maken. Nou, achterin maken we niet alleen maar hoogspanning en middenspanning, 10.000 volt. We maken ook lagere voltages van voor het lokale gebruik hier op de brouwerijterrein. Voor onze lampen, voor de brouwketels, voor de warmtepompen straks. Het gebeurt allemaal hier achterin. Nou kijk, we hebben dus stroom. En die stroom, daar gaan we iets mee doen. Want de stroom hebben jullie natuurlijk niet heel veel aan als je op zoek bent naar warmte. Die warmte gaan we maken. En kom eens even mee kijken, want dat gebeurt niet hier. Ergens anders. We gaan het hoekje om. Oké, mensen. Dit is where the magic happens. En heel specifiek, echt heel specifiek, in dit ding. Dit is uniek. Hier zijn er maar een paar van in Nederland. Ik denk zelfs pas de tweede. En wat het ding is, is eigenlijk heel simpel. Dus wat je thuis ook hebt, je gooit je waterkoker, je stopt de stekker erin en na een paar minuten komt er kokend water uit. Wij doen dat ook en we doen dat als volgt. Daarboven, de kabel die van de molen komt, die we zojuist gezien hebben, die komt hier weer verder. Dat zijn die rode dikke kabels, 3 kabels, die gaan daar onze ketel in. En als je hier binnen kijkt, hier zijn ze ook. En dat zijn elektronen en die elektronen die warmen het water op. Echt precies hetzelfde, maar dan in het groot. Als wat je thuis hebt in je waterkoker. Wat hieruit komt, en het komt hieruit, is water van pak een beet 70 graden. En die 70 graden water, die hebben we nodig om de huizen straks optimaal te kunnen verwarmen in het hele dorp. Wat er gebeurt, is door die pijp gaat die water naar een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt het water afgegeven aan het systeem van ons opslagvat. Dus dit is zeg maar één stukje van onze energiebrouwerij, hier is waar we die warmte maken. Vervolgens, vanaf die warmtewisselaar, dit blauwe ding, gaat het water door die pompen die je daar ziet, dus deze distributiepompen die op het terrein zelf zijn. Vanaf hier pompen we het water naar het opslagvat aan de andere kant van de energiebrouwerij. En dan laten we het water gewoon lekker liggen tot jullie het echt nodig hebben. Dus er ligt gewoon een voorraad aan warmte, een voorraad aan warm water die we kunnen inzetten op het moment dat er vraag is. Als je gaat douchen of de verwarming aanzet, komt in eerste instantie uit dat opslagvat. En dan zit natuurlijk aan de verkeerde kant van de brouwerij, hè. Die moet weer terug. Dus er ligt weer een pijp terug. Uiteindelijk komt die in deze pomp uit. Dit zijn onze distributiepompen. En deze pompen zorgen ervoor dat het warm water door de leidingen naar de woningen zelf gepompt gaat worden. Water uit het opslagvat, door de pomp. En hier vertrekt het leidingssysteem in, op weg naar de woningen, om die gewoon de hele komende 25 jaar dus te voorzien van goede warmte. Hier gebeurt het, nog één klein dingetje voor de liefhebber. Warm water zet uit. We hebben natuurlijk niet een constante temperatuur, hè. De ene keer is 75 graden, de andere keer is 65 graden. De warmte wordt groter, wordt kleiner. Dat betekent allerlei fluctuaties. Net zoals je eigen cv-systeempje, waar je thuis ook hebt hangen, een expansievatje. Nou, hier staan ze. Maar dan voor ons iets groter. Dat gebeurt hier. En daarachter hebben we nog een warmwatervatje voor hier lokaal. Hè, de eerste opslag. Nou, dus wij denken van, is dit alles? En dat is ook zo. Dit is alles. Dus we hebben maar 3 componenten. Een waterkoker, wat transportpompen naar de opslag en transportpompen voor het dorp. Maar dat is niet alles. Dat is natuurlijk het mooie. Hè? We hebben hier een groot rood vak staan op de muur. En achter dat vak zit onze geheime gang. En die geheime gang wordt de doorgang naar een tweede kelder, dat weet je het vast, niks geheims meer aan. En in die tweede kelder gaan we straks warmtepompen bouwen. En het voordeel van een warmtepomp is dat je met 1 eenheid elektriciteit 3 à 4 eenheden warmte kunt maken. En dat is net iets anders dan deze ketel, dat is natuurlijk onze robuuste backup. Hier maken we van 1 eenheid elektriciteit 1 eenheid warmte. Dat is niet zo efficiënt. Dit ding is er nu even om het komende jaar de eerste aangesloten van warmte te kunnen voorzien, maar dat blijft hier ook staan en die gaat een andere rol vervullen in de tweede fase. Namelijk, dit is onze piekvoorziening, hè? Dus als het heel koud is en als er heel veel warmtevraag is. En als alles uitvalt, dan valt hij nog niet uit. Hij is zo robuust als maar zijn kan en die doet het dus altijd. Nou,
Wat we dus willen, dus in de tweede fase, waar de echte warmtevoorziening is, als we warmte dus uit de markt gaan halen en die warmte uit de markt die gaan we opwaarderen naar die 70 graden. Dat gebeurt in die warmtepompen. Dat willen we jullie ook graag laten zien, maar daar moet je even geduld voor over hebben, want dat kan pas over een jaar gebeuren. Voor de laatste keer, hij staat ook hier open, dat is het deurtje. Als je hem in wil kijken, dat is je laatste kans. Doe hem dicht en dan gaat die jongen voor jullie fantastisch werken de komende 25 jaar. Ketel aan en met z'n allen op dat warmtenet nou.